Hoi allemaal en welkom bij mijn nieuwste review video. Zoals jullie hebben gemerkt was ik er vorige week niet en dat kwam omdat ik last had van mijn keel, dus ik kon helaas geen filmpje maken. Maar deze week ben ik weer helemaal terug en we beginnen goed, want ik ga het hebben over Poison Study van Maria V. Schneider en in het Nederlands is dat vertaald als Studie van Gif. Het boek is uitgegeven door Lighting Fantasy, maar op dit moment zijn ze eigenlijk niet meer bij bol.com te krijgen. Je ziet ze soms nog wel in een winkel, ik kan je ook niet zeggen hoe duur die is, maar als je ze tegenkomt moet je ze kopen. En waarom, dat ga ik jullie helemaal uitleggen in deze review video. Het boek gaat over Yelena en zij woont in het land van Ixia, een ander universum, een fantasywereld eigenlijk. En zij zit daar zo in de gevangenis omdat ze een moord heeft gepleegd. En ze wacht eigenlijk totdat ze ter executie wordt gesteld. Maar op de dag van haar executie wordt zij naar boven geroepen naar de kamer van Valak. En dat is de assistent-spion van de leider, de commander van Ixia. En die geeft haar een heel goed voorstel. Of je kiest ervoor om alsnog geëxecuteerd te worden en je gaat nu direct naartoe. Of je wordt de nieuwe etensproever van de commander en proeft dus al zijn eten. Omdat er nogal eens mensen zijn die hem willen vergiftigen. Yelena kiest er dus voor om de nieuwe etensproever te worden. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe je het in het Nederlands zou moeten vertalen. Maar een voorproever misschien. Maar goed, ze kiest er dus voor. En om ervoor te zorgen dat zij niet wegrent, geeft Valak haar een vergif in een soort drankje. En daardoor kan ze ook niet weg, want zij moet elke dag een antidosis halen, anders sterft ze hier. En dan zijn er dus een aantal mensen die het niet zo heel fijn vinden dat Yelena blijft leven. Want ze heeft namelijk de zoon van een van de belangrijke mensen in het land zelf vermoord. En de vader van deze jongen, die laat het niet zomaar over zich heen gaan dat Yelena blijft leven. En daar gaat het boek eigenlijk verder over. Hoe Yelena zich dus moet redden als voorproever van de commander. Terwijl er ook nog een keer mensen achter haar aan zitten. Mensen niet vertrouwen en mensen haar juist wel gaan vertrouwen. Positieve en negatieve punten. Ik heb geen negatief punt over dit boek. Ik ben zwaar verliefd op dit boek. Ik vind hem echt fantastisch. Ik begin even met de cover. Ik heb dit boek zelf gekregen van een vriendin van mij, Lent, voor mijn verjaardag. En ze wist dat ik deze heel graag wilde hebben. Deze coverversie. En die was nergens meer te krijgen. En toen heeft ze dus met de schrijfster, met Maria V. Schneider, contact opgenomen. En die heeft hem dus naar haar opgestuurd. En zelfs nog een keer inclusief handtekening. En dit is echt een van mijn boeken die de beste plek zo'n beetje in mijn boekenkast hebben gekregen. Maar goed, ik vind deze cover dus echt absoluut heel mooi. Je kan het niet echt goed zien, maar hier zitten allemaal kleine tekentjes, soort bloemetjes en zo. En die kan je er ook in voelen. En dit is natuurlijk overduidelijk Yelena die erop staat. En ik vind het gewoon echt een super mooie cover. Het heeft ook, het heeft gewoon wat. Ik vind hem heel mooi. En ik kan er echt uren over doorgaan. Dus ik probeer in dit filmpje zo kort mogelijk de weer te geven waarom ik het zo'n goed boek vind. Het verhaal vind ik ook een absoluut positief punt. Het is namelijk heel erg spannend. Is het zeg maar het type van, oh my god, I freaking love it. Dus dat soort type verhaal is het eigenlijk. Het is spannend, zoals ik al zei. Het is een hele interessante wereld waarin het plaatsvindt in Ixia dus. Gewoon de hele cultuur, de politiek. Je hebt allemaal clans die erin wonen, magie. En wat ook verboden is eigenlijk, want dat gebeurt dus ook. Yelena komt dus achter dat ze magie kan gebruiken, dus dat brengt haar nog meer in gevaar. Maar er zit ook een hele geschiedenis achter, bijvoorbeeld van hoe de commander dus aan de macht is gekomen. Waarom Valak zo berucht is. En er is ook nog een keer een naast Buland, Citia. En daar wonen eerst allemaal magiërs. En het is altijd een beetje kijken van, wil de commander nou Citia ook overnemen of niet? En het is gewoon heel erg spannend. Echt heel spannend. Want net als je denkt dat het rustig wordt, dan is er weer iemand die Yelena verraadt. Of er komt weer iemand nieuw bij. Of het gaat gewoon continu door. Het is een heel spannend en heel erg goed geschreven verhaal. Soms misschien iets wat voorspelbaar, maar dat is niet eens zozeer een probleem. Je weet dat Yelena vijand heeft. Je weet dat ze problemen ermee gaat krijgen. Maar het is wel heel leuk om te zien wie en hoe dat eigenlijk gebeurt. En Maria V. Schneider beschrijft het ook op zo'n manier dat het lijkt alsof je zelf naast Yelena staat. En ik heb ook, het is gewoon een super goed verhaal. Characters vind ik ook absoluut fantastisch. Yelena heb je dus, die is echt kick-ass eigenlijk. Ze vecht, ze weet hoe ze zichzelf moet verdedigen. Ze is ook niet bang om mensen pijn te doen. Want als zij voor de keuze staat, of jij kapot of ik kapot, dan is het voor haar niet moeilijk om te kiezen. En dat vind ik heel erg leuk aan haar. Ze doet wat ze moet doen.
Verder heb je natuurlijk ook Valak, de spion van de Commando. En hij is fantastisch. Hij is heel mysterieus, maar gaandeweg in het boek leer je Lena hem beter kennen. En hij is heel interessant. En ik hoop echt ook in het volgende boek wat meer over zijn achtergrond te weten te komen. Het is een hele rustige man die zoveel kan, zoveel weet. En ik ben heel benieuwd hoe hij zo is geworden. Verder, mijn persoonlijke favoriet zijn Arrie en Janko. Ik heb het boek dus in het Engels gelezen, dus Engelse term hier. Zij zijn twee wachters die bevriend raken met Yelena en ik vind ze zo grappig. Ze zijn ook een beetje het type van de grote broer. Ze leren Yelena zichzelf verdedigen en ze beschermen haar en ze helpen haar. En het is zo leuk. Ze zijn zo grappig en ze zijn ook, ja, het zijn mijn persoonlijke favorieten. Verder kom je later in het boek ook nog Iris tegen. En Iris is een magier. En ik vind haar. Ja, je weet nog niet heel veel over haar. Maar ik denk dat ze absoluut heel erg leuk is. Gewoon die kleine stukjes die je van ziet. Volgens mij is het een heel sterk personage. Eentje die heel veel invloed gaat hebben. Denk ik ook in de komende boeken op Yelena. En wat ik ook heel erg leuk vond. Is dat je zwerfkinderen hebt in de stad waar Yelena komt. Ja, te wonen uiteindelijk. En die zwerfkinderen die gebruikt Yelena ook. Ze geeft ze zeg maar een beetje geld als ze iets voor de doen. Als ze helpen boodschappen doen. En ze krijgen bijvoorbeeld extra geld als ze zich wassen. Of als ze elkaar helpen. En allemaal van dat soort dingen. En dat vond ik heel leuk bedacht. Want Yelena helpt dus eigenlijk ook ondertussen. Ondanks dat er hele nare dingen met haar zijn gebeurd. Maar die spoil ik verder niet. Wat ik verder ook heel erg goed in het boek vond, was de romantiek hierin. Het heeft niet echt een. Het komt niet echt heel erg sterk naar voren. Het is niet hetgeen waar het verhaal eigenlijk om draait. Het verhaal gaat echt puur over Yelena en hoe die moet overleven in deze nieuwe wereld. Waar ze nu toch weer terecht in is gekomen. En wat zij moet doen om te overleven. Dus tussen die vijanden en de nieuwe vrienden en de mensen die het vertrouwen. En allemaal complotten ook die er allemaal gaan zijn, ook buiten haar om. En dat vond ik heel leuk. Het voelde ook heel natuurlijk, zoals de romantiek in het boek naar voren komt uiteindelijk. Het voelt echt alsof het zo hoort, alsof het zo gaat. Het is niet geforceerd. Het lijkt een logische combinatie, Yelena met, nou ja, degene met wie ze uiteindelijk hopelijk gaat eindigen. En zo kan ik eigenlijk wel uren doorgaan over dit boek. Ik probeer het echt een beetje kort te houden. Want ik vind het echt een fantastisch boek. Het verhaal is gewoon zo goed. De characters zijn gewoon zo goed. De romantiek wordt er geweldig in bewerkt. ook de manier waarop Maria Fiesnar het heeft geschreven is fantastisch. Het is gewoon zo'n goed boek. Echt. Ik denk dat dit wel een van mijn lievelingsboeken ooit eigenlijk is. Ja. Ik ben er eigenlijk wel heel erg zeker van. Deze serie bestaat verder uit nog twee andere delen. Deel 2 heb ik immers ook al gelezen. En daar volgt ook heel snel een review van. Die was ook geweldig. En het laatste deel krijg ik binnenkort toegestuurd van Maria. En ik ga jullie heel snel meer vertellen over deze serie. Want ik kan er eigenlijk niet over stoppen. Dus raad ik het boekje aan? Ja, absoluut. Voor iedereen die van Young Adult houdt. Voor iedereen die van fantasy houdt. Voor iedereen die van actie houdt. Van spanning. Van romantiek. Je moet het boek pakken. En je moet hem lezen. Want. Je vindt hem gewoon fantastisch. Ik kan het gewoon niet anders brengen. Het is gewoon zo'n goed boek. Je moet hem lezen. En als ik dit boek ook een cijfer zou geven, het zou 9,5 tot een 10 zijn. Ja, waarschijnlijk toch wel 10. Ja. Ja. Dus pak dit boek op. Lees het. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden als je hem hebt gelezen. Als je hem ergens kan vinden. En laat het me weten in een comment hier beneden. Verder, aanstaande donderdag ga ik een review houden over De IJzerkoning van Julie Kagawa. En ik hoop jullie dan weer te zien. Tot dan!